Welkom op project in Zevenhuizen. Mijn naam is Klaas van As, afdeling VNR van Woonbron. Ik laat u zien de nieuwe huizen die gerealiseerd worden hier op het project. Komt u maar verder. Om te beginnen hebben we hier de meterkast. Laat ik u zien wat u hier aantreft. Wat u hier ziet zijn elektronische zekeringen. Ze zijn allemaal genummerd. Dan heeft u hier een groepenverklaring waarop aangegeven staat welke groep voor welke ruimte is. Dan heeft u een aansluiting voor telefoon en voor televisie. De televisie moet nog aangesloten worden, maar dat wordt gedaan. Hier beneden ziet u de watermeter, dat u zelf uw watermeterstanden kunt aflezen. Stopkranen links en rechts van de watermeter, die u eenmaal per jaar even open en dicht zet, zodat u die nooit komen vast te zitten. Hier ziet u de elektrometer waarop u de standen van het verbruik van uw woning en de opbrengstenlevering van de zonnepanelen kunt aflezen. Hier uit het plafond ziet u een aantal zwarte draden. Die zijn voor loze leidingen die naar boven gaan naar de diverse slaapkamers en naar de keuken. Dit is de schel, de voordeurbel en dit is de beltrafo, zodat u die zelf ook aan en ook weer uit zou kunnen zetten. Direct achter de voordeur heeft u een kruipluik. Dit luik dient u altijd te alle tijden bereikbaar te laten. Dus ik adviseer u een droogloopmat te plaatsen en dan de vloerwerking voor het luik te laten beëindigen. Zodat er bij calamiteiten altijd iemand onder de grond zou kunnen komen voor het nodige leidingwerk wat zich daar bevindt. Direct tegenover de meterkast heeft u hier een installatiekast waarin zich de warmtepomp bevindt. Deze installatie, dit is de warmtepomp. Dit is van een bodemwarmtepomp die de warmte opwekt voor zowel het warmtapwater als het water van de vloerverwarming. Deze installatie is volledig ingeregeld en het beheer en onderhoud is van Woonbron. Dus bij storingen dient u de alle tijden Woonbron daarvoor te bellen en zelf niets aan te doen. Het toilet van de woning. Hierin ziet u een fonteintje, waterkraan met daaronder een stopkraantje waarmee de waterdruk zo nodig naar wens maar harder of zachter kunt zetten. Een hangtoilet met een zuinigheidsknop voor besparing van water. Verder ziet u hier aan het plafond een rookmelder naar het stopkapje, dat laat u erop zitten totdat u gaat inhuizen. Anders valt u eventueel een storing zolang de woning nog niet helemaal is aangekleed. Dan zijn we hier nu in de woonkamer. De woonkamer is voorzien van een trapkast waarin u een verdeler ziet van de vloerverwarming. De gehele vloer ligt vol met leidingen, dus dat betekent dat er niet geboord of geschroefd in de vloer mag worden. In de woonkamer ziet u aan één zijde een televisieaansluiting en aan de overzijde van de kamer een telefoonaansluiting. Een schakelaar voor het buitenlichtpunt en de inblaasventielen van de gebalanceerde ventilatie. Een gordijnplank voor het ophangen en monteren van gordijnrailsen. De ramen hebben zowel een draaistand als een kiepstand. Deze kiepstand is om de ruimte te ventileren en de draaistand is bedoeld zodat u de ramen van binnenuit zou kunnen bewassen. Alle wanden van de woning die zijn geheel behangklaar gemaakt, dus niet sausklaar, behangklaar, eventuele luchtbelgaatjes. Daar kunt u prima overheen behangen. Zou u willen gaan sausen, zult u die zelf wat moeten voorbewerken. De vloeren van de woning zijn geheel stofferingsgereed. En daarvoor is het afwerkingsniveau voor stoffering gemaakt. Uw kamerthermostaat laat deze te alle tijden op eenzelfde temperatuur, constante temperatuur. In verband met een lage temperatuurverwarming
is dat het meest economische. De instructies hoe we het gebruiken staan hieronder. Wat hiernaast nog niet te komen is een CO2-sensor voor de aansturing van de gebalanceerde ventilatie. Dan neem ik u nu mee naar de keuken. Dit is een blok, een bruinselkeuken met een eenhendelkraan. Kastjes van 70 centimeter hoog en 170 graden scharnieren. Voorzien van een bestekbak. En in het gootsteenkastje treft u aan loze aansluitpunten voor een eventuele vaatwasser. In de kookhoek ziet u een Pyrolex stopcontact voor een tweefase kooktoestel aansluiting. Mocht u een kooktoestel aanschaffen van die drie fasen nodig heeft, dan heeft u hier een loze leiding om nog extra draden voor een derde fase te laten brengen. Dan heeft u hierboven een stopcontact voor de afzuigkap. U kunt een afzuigkap met motor aanschaffen, eventueel. En dan de afvoer aansluiten naar buiten toe. Dan dient u dit isolatiemateriaal eruit te halen, uiteraard. De achterdeur is ook voorzien van een driepuntsluiting. Dit is dan weliswaar met een krukbediende deursluiting. Door middel van de hendel omhoog te doen, komt de driepuntsluiting tot stand. En dan kunt u de deur op slot draaien en is die veilig. Dan neem ik u nu mee naar de eerste verdieping. Dan hebben we hier drie slaapkamers. Dit is de kleine slaapkamer, waarin zich ook weer een verdeler van de vloerverwarming bevindt. Een loze leiding die u kunt uitbreiden voor eventuele extra aansluitpunten voor mogelijk televisie of telefoon. De hoofdslaapkamer, die ik u nu laat zien, is voorzien van een slot en heeft, zoals u ziet, hier in de hoek ook een televisieaansluiting. Ook deze ruimte, zoals overige ruimtes, worden ook allemaal voorzien van een inblaasrooster voor de frisse lucht. En dan neem ik u mee naar de laatste slaapkamer. Die is voorzien van een loze leiding voor eventuele extra televisie of een telefoonaansluiting. Dan laat ik u nu de badkamer zien. We hebben de schakelaar, wastafel, porseleinen planchet, spiegel waar achter zich een lichtpunt bevindt, een plafondlichtpunt dat apart bediend kan worden, de mechanische ventilatiestandenschakelaar en een stopcontact voor het opladen van tandenborstel, scheerapparaat of dergelijke. In de douchehoek ziet u een spatscherm tussen de toiletopstelling en de douche, een thermostatische mengkraan, douchegarnituur en een anti-slip tegel op de vloer. Goed, hier op de overloop als laatste, op de eerste verdieping, ziet u tevens weer een rookmelder met hetzelfde stofkapje die u pas bij de inhuizing dient te verwijderen. Dan neem ik u nu mee naar de zolderverdieping. Goed, hier op de zolderverdieping, dit is een onbenoemde ruimte. U ziet dat de plafondafwerking die is alvast een keer voorgegrond. En als u dat wenst, kunt u daar zelf nog een verder afwerklaag aanbrengen. Hier achter de knieschotten is een loze ruimte. Die kunt u gebruiken om eventuele als bergruimte. De afwerkvloer loopt hier uiteraard niet door, maar u kunt hier spullen in opbergen. Ik laat u even het functioneren van het dakraam zien. Dit is de normale stand. Deze kan dan helemaal doorgedraaid worden om het raam goed te kunnen bewassen. Hier ziet u een palletje dat u kunt uitschuiven. U kunt het raam zo ver doordraaien en hem hier beneden vastzetten, zodat u dan veilig uw ramen zelf kunt bewassen. Er zit een bediening in het raam waardoor de stand eventueel of zo gezet kan worden. En kunt u het raam ook in deze stand openzetten. Het verschil is dat hij dan niet op het midden scharniert, maar aan de bovenzijde scharniert. De zolderverdieping is een onbenoemde ruimte, wel voorzien van schakelmateriaal, een lichtpunt en een rookmelder. Op de zolder ziet u hier
een installatieruimte waarin de opstellingsplaatsen zijn gerealiseerd voor een wasmachine en een eventuele droger. Op aparte stopcontacten aangesloten op een afzonderlijke groep. De afvoer voor de droger en wasmachine zijn hier gerealiseerd en de wasmachine kraan. Verder ziet u hier de installatie van de gebalanceerde ventilatie. In de gebalanceerde ventilatie bevinden zich twee filters die regelmatig om de 3 maanden gereinigd dienen te worden. Droog reinigen met een stofzuiger of eventueel uithalen en uitkloppen en terugplaatsen. Naast de afzuigunit van de gebalanceerde ventilatiesysteem komt nog een omvormer te hangen van de zonnepanelen die er nog niet hangt, maar wanneer u de sleutels ontvangt zal die er wel hangen. In de achtertuin aangekomen, de erfafscheidingen zullen voorzien worden van groen, aan de zijkant heidra, aan de voorkant komt een beukhaag. U kunt biologische groenten zelf telen eventueel en dan zelf uit uw eigen tuin eten. Het pad naar de achterdeur en het terras, de hoeveelheid bestrating, moet zo blijven. Mag niet meer worden in verband met de waterbeheersing. De tuinen zullen worden ingezaaid. Oké, uiteraard naast de molsedum daken die op de berging liggen, die sowieso al water vasthouden, heeft Vomo er ook in voorzien om een regenton te plaatsen bij de afvoer van de berging, om daar het water in te verzamelen. U kunt deze zelf aftappen en daarmee uw biologische zelfverbouwde groenten mee bewateren. Wanneer de regenton helemaal leeg is, heeft Vomo erin voorzien bij elke woning ook nog een individuele buitenkraan te monteren. Het lichtpunt wat u hier in de gevel ziet, dat is van binnenuit te bedienen. En hieronder ziet u een buitenstopcontact, wat handig is wanneer u buiten elektriciteit nodig heeft. Goed, wat u boven de kozijnen ziet op de benedenverdieping, dat zijn plaatsingsmogelijkheden voor een elektrische bediening van de zonweringen. Womron, die is uiteraard in het kader van duurzaamheid, heeft hij zoveel mogelijk voorzien de woningen uitgerust met zonnepanelen, mossedumdaken, waterberging door middel van een regenton en het inzaaien van de tuinen. De groenvoorzieningen aan de erfafscheidingen is er zoveel mogelijk gedacht aan duurzaamheid. De woningen van Womron die op deze locatie zijn, is hier een rijtje van 8 woningen en aan die zijde een rij van 5 woningen. Die 5 woningen zijn net even anders uitgevoerd dan deze rij van 8 woningen. Het verschil is dat die 5 woningen daar hebben een eigen parkeerplek en de woningbreedte is iets meer dan deze rij van 8 woningen. Goed. Dat was het einde van de rondleiding. Dan wens ik u veel woonplezier en bij eventuele andere vragen, dan belt u Woonbron op. Dag!